De voorleeskunstenaar. 13. Kleur kiezen. Een personage is verdrietig en dus lees je dat stuk verdrietig voor. Zijn ze boos, dan lees je boos. En zijn ze verliefd, dan lees je verliefd. Hoe moeilijk kan het eindelijk zijn? Hoe universeel en herkenbaar de menselijke emoties ook zijn, ze worden eigenlijk pas interessant wanneer we er een bepaalde kleur aan toevoegen. Zo is het misschien wel interessant om te weten dat de verliefde jonge man ergens ook opgejaagd is. Of dat er een klein beetje boosheid schuilt in verdriet. En dan worden personages pas echt interessant. De vuistregel is dus, ook al is het duidelijk wat een bepaald hoofdpersonage voelt, geef er een extra kleur aan, een extra laag die de gevoelswereld van het personage interessanter maakt. Je kan natuurlijk dit doen. En omdat Adinda gezien had dat Saidja verdrietig was, tekende ze sombere patronen op haar weefsel. Ook Saidja's vader was bedroefd, maar zijn moeder het meest. Zij had toch de wond genezen aan de hals van het trouwe dier dat haar kind ongedeerd naar huis had gebracht. Maar je kan ook dit doen. En omdat Adinda gezien had dat Saidja verdrietig was, tekende ze sombere patronen op haar weefsel. Ook Saidja's vader was bedroefd, maar zijn moeder het meest. Zij had toch de wond genezen aan de hals van het trouwe dier dat haar kind ongedeerd had thuisgebracht. Tips. Durf te experimenteren. Ga echt op zoek naar wat een interessante bijkleur zou kunnen zijn voor de basisemotie van een bepaald personage. Ten tweede, waarom vraag je niet aan je leerlingen hoe het personage zich voelt en probeer jij op die manier het personage vorm te geven? Het is een oefening in empathie voor het publiek en in het voorlezen voor jou.